De hybride manier van werken is nu de norm. Maar hoe gaan de mensen daar nou mee om? En wat doet het met hun productiviteit? We gaan de straat op om het te checken. Let's go! Hoe ervaart u op dit moment meer productiviteit, thuis of op kantoor? Ja, als ik stukken moet schrijven, is productiviteit thuis beter. En als ik even kort wil overleggen of zo, kun je beter op kantoor zijn. Ja, ik ga zelfs wel eens een keertje echt ergens anders zitten. Dus helemaal niet op kantoor of op thuis, maar een hele andere locatie. Juist om inspiratie op te doen en een hele andere sfeer te krijgen. Als je een creatief beroep hebt, dan moet je met elkaar overleggen en praten en doen en elkaar in de ogen kijken. Mm-hmm. Dat kun je niet doen op afstand. Okay. Je kunt wel een heleboel dingen op afstand doen, dat is geen probleem. Mm-hmm. Maar de meeste essentiële dingen is toch zien is geloven. Werkt u altijd op kantoor of werkt u ook wel eens thuis? Thuis ook. Ja? En hoeveel dagen werkt u thuis en hoeveel dagen op kantoor? Van de 4 werkdagen werk ik gemiddeld 2 thuis. Ja. Verschilt dat per week? Ja, toch wel. Is dat specifiek om corona geweest of heeft u, heeft u altijd ook een beetje thuis gewerkt? Wat denk je zelf? Ik zou het niet weten. Wij werken namelijk altijd al een beetje thuis, maar ik ben wel benieuwd hoe het bij andere bedrijven gaat. Corona natuurlijk. Ja? Ja, we mochten toch niet naar kantoor? Nee. En waar werkt u het liefst? Op kantoor of thuis? Allebei. Even leuk. Hard werken doe je thuis en gezellig lullen doe je op kantoor. Waar werkt u het liefst? Op kantoor. Waarom? ik ben iemand die heel graag onder de mensen is. En thuis is het soms gezellig met alle kinderen en de vrouw. Maar als je echt moet nadenken en rust moet hebben, dan is toch soms het kantoor wat fijner. Ja, ik denk echt kijken naar je taken. Van wat zijn je taken en wat kan ik dan waar het beste doen? Wat is dan voor het werk het allerbelangrijkste? Mm-hmm. En ook wel als ik dan merkte van ik wil even weer iemand spreken. Dat je kan kijken of je het kan combineren met een aantal mensen. En dat je dan op die manier weer echt een hele sociale dag van kan maken. Ja, precies. We hebben heel veel verschillende reacties gehad hier in Utrecht. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe het is in Rotterdam. Let's go. Wat vindt u het productiefste voor uzelf? Waar werkt u het productiefste? Thuis of op kantoor? Hangt van mijn taken af. Dus als ik me concentreer thuis. En als ik veel wil overleggen of mensen wil ontmoeten, dan ga ik naar kantoor. Dus heel bewuste keus. Hoe was dat tijdens de coronaperiode? Saai. Ja, vond ik wel heel saai. Mijn werk bestaat uit heel veel overleg en afstemming. Veel verschillende collega's. Ja, dat mis je dan. En het wordt eigenlijk heel zakelijk, heel instrumenteel wat je doet, hè, via het beeldscherm. Ja. En u werkt thuis ook middels denk apparatuur van de werkgever? Ja, klopt. Ja. Hoe is dat allemaal ingeregeld? Krijgt u gewoon een laptop en een mobiele telefoon? Ja, perfect geregeld eigenlijk. Dus laptop, bureau, beeldscherm, bureaustoel. Daar waren ze eigenlijk heel snel bij. Binnen 2-3 weken was het geregeld aan het begin van corona. Dus dat is heel fijn. Eenmaal aangekomen in Amsterdam ben ik heel erg benieuwd wat de ervaring is van de mensen hier op straat. Kijk mee. Dus in principe komen we hier op kantoor als we echt met mensen die hier in Nederland zitten samen iets kunnen doen. Mm-hmm. Dus teambuilding activiteiten. Ja, precies. En anders blijven we gewoon thuis. Ja. Je krijgt alles. Je krijgt bureaustoel, je krijgt monitor, echt alles, headset. Dus overal wordt voorzien. We kunnen concluderen dat er verschillende ervaringen zijn op het gebied van toegang tot data, veiligheid en productiviteit. Zowel thuis als op kantoor. Degene die daar meer over kan vertellen is onze Vodafone-expert. Nou Thomas, je hoort het. Hard werken doe je thuis. Maar men mist toch vaak om onder de mensen te zijn. En overleggen doen ze toch vaak liever op kantoor. Wat voor advies geef jij mee aan de werkgevers die hiermee aan de slag willen gaan? Ja, we hebben heel veel individuele voorkeuren gehoord natuurlijk. Maar werkgevers moeten nadenken over hun teams. Dus dat gaat niet alleen om individuen, maar gaat vooral om hoe mensen in een organisatie samenwerken met elkaar. En wij willen graag dat teams met elkaar afspraken maken over wat ze doen virtueel vanuit huis en wat ze doen face-to-face, bijvoorbeeld vanaf kantoor. En als je dan op face-to-face meetings doet, zijn dat vaak de dingen die complex zijn, vragen om creativiteit of waar emotie bij komt kijken. En mensen moeten op kantoor zijn voor de toevallige ontmoetingen met andere collega's om die cultuur te versterken. Maar heel veel dingen, heel veel vergaderingen ook, kunnen heel goed virtueel. Vergaderingen die gaan over informeren, afstemmen, meer transactioneel zijn en goed voorbereid, werken uitstekend in teams. Het gaat erom dat er een level playing field is. Dus je doet dingen of met elkaar virtueel, of met elkaar face-to-face. Ik hoor je zeggen level playing field. Wat doe je daar precies mee, Thomas? Nou, wij adviseren om of meetings face-to-face te doen en dan ook iedereen in de ruimte te hebben,
of meetings virtueel, waarbij iedere deelnemer ook één scherm heeft. Dus zelf achter zijn computer zit. Nou, en dat doen we omdat de effectiviteit van meetings echt veel slechter wordt als er een groep mensen met elkaar in een ruimte zit en dan een of meerdere mensen daar op inbellen, zal ik maar zeggen. Je mist dan de dynamiek, de non-verbale communicatie. Maar je kan zo ook niet de functionaliteit van bijvoorbeeld Teams met een chatfunctie of documenten delen goed gebruiken. Dus daarom kan het gebeuren dat mensen naar kantoor komen en dan alsnog hier individueel deelnemen aan een virtuele meeting.